Dus dit is echt 100% custom-made hybride aandrijflijn voor het schip voor Shipborn. In het afgelopen jaar heeft GBS International samen met start-up scheepswerf Shipborn een van 's werelds eerste hybride motoren voor in een luxe zeiljacht gebouwd. Ze zijn op dit moment bezig met de laatste test en ik ga eens kijken hoe het met ze gaat. Het schip dat op dit moment gebouwd wordt door Shipborn, dat maakt gebruik van een hybride aandrijflijn. De aandrijflijn bestaat uit een elektromotor en een dieselmotor die aan de schroef worden gekoppeld door middel van een tandwielkast. Ik heb voor dit project de elektromotor uitgezocht en het complete aandrijflijnsysteem, de besturing ervan ontworpen en het geheel daarvan samengesteld, inclusief aansturing en frequentieregelaar. De grootste uitdaging bij dit project was de elektromotor. We hadden een hele compacte elektromotor nodig om deze kwijt te kunnen tussen de tandwielkast en de dieselmotor. Deze hebben we uiteindelijk gevonden in een watergekoelde permanent magneet synchrone elektromotor van een redelijk onbekend merk. Maar hiermee kunnen we toch het benodigde vermogen halen. Ik ben hier bij GBS begonnen met mijn afstudeeropdracht en dat is het project wat je hier achter me ziet. Nou, het middenstuk van de opstelling, het tandwielkastje en de elektromotor, dat is het eindresultaat van mijn opdracht. Het was het ontwikkelen van een hybride aandrijflijn voor het schip wat bij Shipborn gebouwd wordt. De opdracht was met de dieselmotor die ze al hadden, om daar een hybride aandrijflijn van te maken. Dat is ook de opdracht die vervolgens ik heb gekregen voor mijn afstuderen. Dus ik ben op zoek gegaan naar welke mogelijkheden zijn er. Daaruit de beste opties geselecteerd die verder uit gaan werken. En daar kwam één winnaar uit de bus. En die hebben we helemaal uitgewerkt en uiteindelijk geproduceerd. En die staat hier achter. Ja, het is geen commercieel schip met een hele grote machinekamer. Die mag eigenlijk maar zo min mogelijk ruimte binnen het schip innemen. En dat is ook te merken, want hij is vrij compact om het zo te zeggen. Dus er was heel weinig ruimte beschikbaar. Dus dat is wel een van de grote uitdagingen geweest. Om een zo klein mogelijke elektromotor uit te zoeken. En daarbij ook het tandwielkastje waarmee die aan de rest van de aandrijflijn vast zit. Om die zo compact mogelijk te houden.